Wil jij het woord voeren? Margaret Stolk van de VSP. Ja, dankjewel. Ja, ook ik heb niet in Sterrenburg gewoond, maar ik ben geboren en getogen in Krabhof. Een mens heeft drie dingen nodig. Dat is zuurstof, drinken en voedsel. En dat voedsel, als we kijken, we hebben vanavond heel veel supermarkten de revue horen passeren. En dan kijk ik even met een schuin oog naar Peter, plus het lam en noem ze allemaal maar op. Maar er zitten hier ook heel veel boeren vanavond. En ik heb er zelfs met één in de klas gezeten, met Chris Krommejan. En ik ben ongelooflijk trots op de boeren op dit eiland. En de gemeente Dordrecht heeft eigenlijk de plicht om samen met die boeren op te trekken. En wat wij willen is dat we het gezonde voedsel voor iedereen toegankelijk gaan maken. En niet alleen voor de juppen, maar gewoon ook voor Jan met de pet. Want ook die hebben recht op gezond voedsel. Als we kijken naar de overbevolking en als we kijken naar de voedseltekorten, dan zullen we die boeren juist moeten ondersteunen en moeten omarmen. Want als we dadelijk in een voedselcrisis komen, dan zijn het onze boeren, onze Dordtse boeren, die ons gaan voorzien van gezond voedsel. Dus laten wij met elkaar zorgen dat we de lijnen kort houden tussen alle partijen op dit eiland. En dat vind ik echt een plicht van de gemeente. Dank je wel. Nou, als laatste pitch. Graag Peter Heikoop van het CDA. Ja, dank je wel. Ja, inderdaad, lijsttrekker van het CDA, maar ook inderdaad wethouder in deze mooie stad. Ja. Wethouder voor onderwijs, zorg en sociale zaken, werk en inkomen. En verwacht van mij ook geen vlammend betoog waarom het verhaal van de collega's niet deugen. Want ik heb heel veel goede dingen gehoord. Zeker ook van jou, Margaret, en ook van de anderen. Alleen de plantaardige samenleving, daar moet ik nog even op kouwen. Want dat trekt mij persoonlijk wat minder. Als je nou zo luistert naar al deze verhalen, en als je dan ook luistert naar de politici die graag een visie willen op voeding, dan denk ik dat die vanavond al voor een groot deel geschreven is. Als het gaat over voeding en over voedsel en over het groen houden van onze stad, dan gaat het heel vaak over gezond, het gaat over duurzaam. En ik heb gelukkig vandaag ook een paar keer het woord betaalbaar gehoord. En als je dat met elkaar wil bereiken, dan doe je dat niet als overheid. Dat krijg je gewoon niet voor elkaar. Al helemaal niet als gemeentelijke overheid, maar dat doe je echt samen met de samenleving. Dat doe je samen met de boeren die we hier gehoord hebben. En ik denk dat het goede verhaal van Jan, dat volgens mij al een fantastische basis vormt voor een visie op hoe wij omgaan willen gaan met het groen in onze stad, het buitengebied en ook met gezonde voeding. En ik denk dat wij trots mogen zijn op de boeren die wij hier hebben. En dat er ook mogelijkheden liggen, ook inderdaad in een faciliterende rol vanuit de gemeente, om die samenwerking tussen de boeren en inderdaad de supermarkten, maar zeker ook met de inwoners in onze stad, verder te verbeteren. Want als je kijkt wat wij voor unieke mogelijkheden hebben hier, we hebben inderdaad al tal van initiatieven die de revue zijn gepasseerd, maar we hebben ook een fantastisch buitengebied. En dat buitengebied willen we groen houden, maar we willen ook dat dat goed beheerd wordt. En dat landbouw, veeteelt, natuur, onderhoud, dat goed met elkaar samengaat. Ik heb zeker niet de wijsheid in pacht. Ik ben wel een boerenzoon, een zoon van een kaasboer. En mijn vader is ook een poosje voorzitter geweest bij LTO. Dus ik weet wel wat er aan de achterkant gebeurt ook bij die boeren. Maar ik vind het minstens zo belangrijk om hier met elkaar te contesteren dat de boeren nadrukkelijk een deel zijn van de oplossing. En dat we het echt met elkaar moeten doen. En als ik alle verhalen vandaag gehoord heb, heb ik er alle vertrouwen in dat straks een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe coalitie ook werk gaat maken van dit belangrijke thema. Dankjewel. Dankjewel, Peter. Ja.